Snoep, snoep en nog eens snoep. En al veel eerste klanten voor het Wesper Snoeppaleis vandaag. De snoepzaak opende vanmorgen de deur aan de Nieuwstraat. En dat leverde al meteen veel snoeperts op. Ja, dat verbaast ons wel, omdat wij toch dachten dat smiddags echt een snoepmoment was. Dus dat het echt smiddags pas storm zou lopen. Maar eigenlijk vanaf vanochtend 9:30 eigenlijk de hele dag mensen over de vloer. Nu ben je sinds tijden eigenlijk weer de eerste en de enige in Wesp die een snoepwinkel heeft. Is het zo'n gat in de markt? Ja, ik denk het wel. Want ja, het is toch een genotmoment. Een lekkere verwennerij voor mensen om toch even lekker te snoepen, zeg maar. En met de bakken vol moet de zaak een waar snoepmekka worden voor de jonge Wespers. Ik heb 64 soorten schepsnoep. Daarbij heb ik ook nog wat verpakt snoep om te scheppen. Dat zijn er een stuk of 12. En voor de rest heb ik heel veel kindersnoep qua losartikelen, zeg maar. Dus je verwacht ook dat de kinderen de komende dagen, als ze vrij zijn van school, de deur plat lopen? Ja, daar gaan we wel vanuit, ja. Vandaag dus de eerste dag, maar ook de komende maanden zullen we nog veel horen van het Wesper Snoeppaleis. Nou, voor de rest willen we dit een beetje gaan uitbreiden. Zullen we hier en daar wat andere snoep gaan veranderen, omdat mensen specifieke wensen hebben wat ze erin willen, wat op dit moment niet hebben. En voor de rest gaan wij tractaties maken, snoepboeketjes maken, snoeptaten maken. En vooral met de avondvierdaagse, dan moeten we toch wel een klappen kunnen maken voor de kinderen die dan met de laatste dag gaan lopen, leuke tractaties kunnen krijgen.